Volgens mij wel eentje snoep. Oh jongens, we zijn helemaal verdwaald. Van die kleur was er spulletjes van Frozen te halen. Oké, jongens, daar hebben we hier weer een kleurenrad. Zo irritant. Het wordt niet helemaal zo, hè? Moet je eerst heel lief kijken naar papa. We kregen net een hele lieve vraag. Wat is er? Wil je trouwen met mij? Oh. En een nieuwe dag is aangebroken op Davy Crockett Ranch. Het is lekker vroeg en we gaan vandaag lekker met Pip weer naar Disneyland. En er is ze. Pipje. Pipje. Oh, nou die heeft heel veel zin in. Hey. En ze is wakker. Goedemorgen, mag ik een knuffel van jou? Ah. Oké, jongens, zoals je ziet, Pip is nog helemaal moe van. Het is ook echt mega vroeg. Dan gaan we eerst even met Pip lekker ontbijt halen. Heb je wel zin in een ontbijtje, Pip? Mm-hmm. Daar staat ons huisje en hier zo kunnen wij gewoon ons ontbijt ophalen. Oh, lekker ontbijtje? Nou, mega veel. Pip is klein. Ja, je hebt veel te klein nog voor dit allemaal, ja, hè? Ja, Pip is klein, want ja, zo, maar je deed wel, toch? Oké, nou jongens, we kunnen eindelijk gaan naar een Pip, kijk naar onze ruit. Het is echt een heel leuk park, maar het is wel echt heel koud en dat is wel echt een beetje jammer eigenlijk. Maar goed, gaan we naar Anna-Nels? Pas wel bij Anna-Nels, want het is frozen, dat is ook koud, hè? Ja, grote vliegtuigen. Grote vliegtuigen, ja. Een hele grote, moet je kijken jongens. Wauw. Je wil wel even vliegen, of niet? Ja. Ga verliezen als je... Oké, Pip, gaan we even lekker ergens warm wat drinken? Ja, ik hoor het al. Ja. Nou, we zijn binnen. We gaan even lekker opwarmen met koffie. En warme... chocolademelk. En snoepje. En snoepje en thee. Volgens mij wel eentje snoep, want dan gok ik zo. Pip, wil je noep? Nee, noep. Dat is grappig, jongens. Als je tegen haar zegt noep, dan zegt ze nee, het heet geen noep, maar het heet noep. Want zij kan het nog niet uitspreken. Ben je een noepje aan het eten? Nee. Wat is dat? Ja. Moet ik kiezen? Ik kies die. Nee. Nee, en dan? Kijk dan een snoepje. Nee. Geen snoepje. Nou, wat een leuk spelletje. Doen we dan met jou, Sam. Mag ik, ja? Het vreet hij alles zelf op. Wauw, gaan we echt onder het kasteel door? Wauw. Paard? Wil je een paardje? Oké, kom rennen. Kom, gaan we naar het paardje toe. Kijk eens jongens, kus die vogeltjes. Zeg maar, hi vogel. Zit je er klaar voor? Ja, ik wel. Pip, zit je er klaar voor? Ja. Sam, zit je er klaar voor? Ja. Mag ik op die grote of op die... Oké. Ik hier zo, ja. Oké, die meneer daar zit op een mega groot paard. En ik, jongens, ik zit hier op een halve pony. Kijk hier, hi. Pip, doe eens zo. Mag ik zit over? Ik zit over. Twee vogeltjes. Ja. Doe maar zwaaien naar de vogels. Hey! 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 En dat is Pip, jongen. Die is helemaal into the Frozen. Pip, kijk eens waar we zijn. Wat is dat? De doolhof. Gaan wij in doolhof? Ja, we gaan naar de doolhof, jongens. Oké, dit is het begin van de doolhof. Zullen we doorlopen? Oké. Oh, niet eind. Mooi. Oh, mooi. Kijk eens. Mooi.
Welke kant moeten we op, Pip? Moeten we die kant? Moeten we die kant? Waar moeten we heen? Misschien kunnen we door de deur heen gaan. Oké, jongens, er zitten nog steeds in dood. Kijk eens, Pip. Wat zie jij? Oh jongens, we zijn helemaal verdwaald. Deze kant. We zijn helemaal verdwaald. Waar moeten we heen? This way or that way? Oh Pip, we moeten die kant op of die kant? Die niet. Die niet? Nee. Welke kant dan wel? Ja, oké. We gaan de goede kant op volgens Pip. Jongens, we hebben het kasteel gehaald. Niet eng. Niet eng. Wow. Wil je nog hoger? Ja. Ja, we gaan nog hoger. Hartje. Hartje, ja. Oké. En we gaan verder naar boven. En we gaan verder naar boven. En oh, waar zijn we dan? Zo. Dit is hoog. Ja. Yes, sir. Hey! Heb je lach voor de foto? Heb ik een leuk idee. Zullen we weer een challenge doen dat we de goede kleuren doen? Dus dat doen we net zoals vorige keer. We hebben dat een keer eerder gedaan op de video. Pakken de telefoon erbij. En van die kleur was er spulletjes van Frozen te halen. Ja. Zullen we lekker naar binnen gaan? Ja. Oké, okay, we gaan naar binnen. Oké, okay, nou, en Pip is een Minnie Mouse te knuffelen. En Pluto. Gaan we zoeken naar Frozen? Ja. Oké, kom, deze kant op. Is dat Frozen? Nee. Nee. Pip, hier is alles van Frozen. Kijk, let op. Daar heb je allemaal Frozen. Daar heb je Frozen. Dat is allemaal Frozen. Ook verschillende kleuren. Want je hebt paars en blauw en wit. Kijk deze pop allemaal. Anna. Ja, zie je Anna. Alpha. Anna, Elsa. Anna. Ja, dat is Ariel de kleine zeemermin. Die hangt een beetje verkeerd. Oh, die is ook mooi. Oh mooi. Alles, ze ziet allemaal mooie dingen, jongens. Oh mooi, je kijkt naar jezelf. Oh, die is zeker mooi. Oké, jongens, daar hebben we hier weer een kleurenrad. Alleen ik heb een nieuwe telefoon en ik kan geen normale rad vinden zonder tekst. Dus hier staat allemaal eten op, zoals hotdogs en pasta. Dus daar moet je niet op letten. Het gaat om de kleuren. Kijk, Pip, dus nu heb je oranje. Oranje, zie je dat? Dus dan moet je iets pakken wat oranje is. Snap je dat? Ja, dat is hamburgers. Dat is ook lekker. Papa hamburger. Papa hamburger. Hamburger. Pip die doet liever... Sandwich. Wil je sandwich? Dat is een tosti. Nee. Kijk, want hier hebben ze groen. En dan is zo grijs. Hebben ze wit. Hebben ze natuurlijk van Olaf. Pip, je gaat nu draaien. Je gaat nu draaien en de kleur die je pakt... Hey. En de kleur die je pakt, daar moet je iets van zoeken van Anna en Elsa. Ja. Of Olaf of Sven. Ja? Ja. Oké, en het woord, jongens. Oh, nou, paas, het is jurk van Elsa of van Anna. Zie jij deze kleur? Zie je die ergens? Gaan we zoeken. Ja. Is dat deze kleur? Ja. Nee, niet helemaal. Dat is blauw. Moet even verder zoeken. Nou, en Pip, misschien een pop of kijk daar, die kant op misschien. Is dat paas? Ja, dat is paas. Heel goed. Ja, goed zo. Oké, dan gaan we de goede maat pakken. Ja, dan moet je blauw doen. Kom, gaan we de volgende draaien. Oké, doe de volgende draai en misschien wordt het wel blauw. Oranje. Oké, en Pip is aan het zoeken. Nee, pizza. Ja, nee, niet naar pizza. Het gaat om de kleur, schat. Dus oranje. Wat is oranje? Die, ja. Die wel. Maar dat is die echt Anna en Elsa, toch? Nee. Wordt dat hem? Ja. Oké. Nou, we hebben nu dus deze Anna pakje hebben we. En we hebben eentje van Belle en Beest. Die wel. Vind je die mooi? Die niet. Deze niet? Nee. Dat wordt niet helemaal zo, hè? Oh, Pipje. Wauw. Mooi knap meisje.
Handschoenen. Hebben ze niet. Maar wel schoentjes. Niet te houden. Wat hè? Niet te houden. Niet te houden. Moet je eerst heel lief kijken naar papa. Oké. Okay. Gaan we nog wel door met de challenge of hebben ze van... Oké, die moet ook mee. Ja. Ja, oké, jongens, ik kreeg net een hele lieve vraag. Wat is hè? Wil je trouwen met mij? Oh, gaan we samen trouwen? Ja. Jongens, wij gaan gewoon samen trouwen. Wie wordt jouw trouwen, Jurk? Wauw. Oké, jongens, en de kleur wordt... Blauw. Oh, goed. Oh, het wordt heel erg eerlijk. Roos. Oké, zoek maar naar iets roos. Wat is er allemaal roos? Jongens, even tussendoor. Dit is trouwens Vaiana, is mijn lievelingsfilm. Nou, dat wordt wat tijdens onze trouwfeest. Let it go. Oh, niet let it go. Nee. Ja, die is roos. Die opeten? Ja. Oké, we hebben iets roos, jongens. Nou, we hebben dus inderdaad deze schoentjes, de jurk en de lolly. Maar, ik wou nog verder gaan, alleen Pip die wil niet meer. Wil je nog een keer doen? Of ben je klaar? Ja. Klaar. Oké, dan gaan we afrekenen en een houten... Zo irritant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, jongens, en dit was het. We gaan lekker naar huis. We gaan nog heel even haar nieuwe pakje, haar nieuwe jurkje gaan we even aantrekken. En daar komt ze. Wow, onze Bella. Wat ben jij prachtig, jongens. Kijk eens hoe prachtig jullie zusje is. Ik vind het helemaal mooi, omdat het goud is. Goud is mijn lievelingskleur. Ja, handschoenen hadden ze niet, meisje. Maar kijk wel. Kijk eens gewoon. Amamoekje. Zo, moeten we volgende... Oh, dan gaan we volgende keer even zoeken. Ja. Dat is goed. Oké, en dit was de video van Pip. Of moet ik zeggen bellen? Bellen, Pip. Wat ga je doen? Bellen. Oh, bellen. Ze gaat bellen hem. Wie is aan de telefoon? Is dat Bens? Oké. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En tot de volgende keer. Zeg maar doei! Doei! Doei!